allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe make-up video. We gaan make-up van Sheglam testen. Dat is het make-up huismerk van Shein. Deze video maak ik op aanvraag van een van jullie. In de reacties kwam de vraag: Sarah, wil je weer een Sheglam video maken? So here I am. Heb ik al heel lang niet gedaan. Sheglam is echt een van mijn favoriete betaalbare merken. Sheglam is echt spotgoedkoop. We praten echt over prijzen vergelijkbaar met Essence en Catrice. So I really, really love it. En wat ik ook altijd leuk vind aan Sheglam is hun verpakkingen. Het is dus allemaal best wel goedkoop. Alleen ze hebben echt altijd de beste verpakkingen. Oh, jullie gaan het zo meteen allemaal zien. Vandaag is een first day wear test. Alles is nieuw, nog niet gebruikt. Behalve één product, maar die moet ik altijd eerder testen om zeker te weten dat ik jullie vandaag goed adviseer. Die fouten heb ik al eerder gemaakt, dat ik het dus gebruikte, niet goed vond, erna weer opdeed en het wel goed vond. Dus die fout wil ik niet meer maken. Dus vaak met gezichtsproducten gebruik ik ze al ietsje voor de video. Maar voor de rest is echt alles nieuw en I'm so excited, want het is niet alleen make-up, ook een spons, ook kwasten en is just a lot. Het is genoeg voor volgens mij echt een full face make-up. Dus ja, laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Niet alvast like en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn video elke zondag om 12 uur. En dan gaan we snel beginnen met deze make-up review. Oké, laten we beginnen. Wat heb ik al gedaan? Obviously mijn wenkies, mijn gezicht, een dagcrème en een glowing primer. De primer die ik op heb is van Pixi. Deze Rose Primer. Die maakt altijd zo'n hele mooie glow op mijn gezicht. I like it. Ik ga even eerst beginnen met de kwasten te laten. De spons eerst en dan de kwasten. Want ik heb echt een mega spons. Dit is de Sheglam Roze Jumbo Make-up Spons. En het is dus echt Jumbo. Hallo Jumbo. Dus hij is groot. En hij is ook echt groot. Kijk even vergeleken met mijn gezicht. Ik heb niet een heel groot gezicht. Niet een heel groot hoofd, zeg maar. Maar ik dacht, misschien is dit wel handig. Want dan breng ik alles snel aan. Hij is roze. Maar als ik er zo naar kijk, is het meer een nude kleur. Dus het is niet per se heel rozig. Hij is nog gewoon droog, hè. Dus hij is nou op zijn kleinst. En kijk al hoe groot hij is. Ook heel handig zo dat je dit hebt. Handig met een poeder aanbrengen. Of met je concealer uitblenden. Hij is ook zacht. Dat vind ik fijn. Veel betaalbaar. De sponsen zijn niet zacht en I absolutely hate it. Dus ja, ik ga hem even nat maken en ik ben heel benieuwd hoe erg hij gaat groeien. Wat is dit? Ik vond hem al groot net, maar nu is hij echt huge. Oké, het is wel handig om alles snel aan te brengen, maar niet per se handig om in kleine hoekjes en ja, daarin te gaan en zo. Dat ook. Wel goed voor mijn grote voorhoofd. Wat ik hiermee ga aanbrengen is de nieuwe Sheglam Foundation. Dit is de Sheglam Skin Magnet High Coverage Foundation Stick. Ik heb er twee. In twee kleuren. Ik heb hier de kleur Golden. Die is meer dark. En ik heb hier de kleur Sand. En die is iets lichter. Sand heb ik al getest. Die heb ik gisteren opgedaan de hele dag. Dus ik weet al wat ik ervan vind. Ten eerste de verpakking. 10 out of 10. Kijk even dit. Oh wacht, nou is hij er gewoon helemaal uitgevlogen. Hij zat dus hierin. Like, what is this? YSL of zo. En het is de kleur Sand. En dat is mijn exacte kleur nu. Ik ben nou echt op mijn lichtst. En dan is dit echt een goede kleur. En dit is een goede kleur als ik ben gebruind. Hele mooie verpakking. I like it. En dan is dit gewoon de stick. Zoals ik al zei, ik heb hem al gisteren opgedaan. Jongens, de kleur is echt een perfecte match. Wat mij opviel is, hij heeft geen volledige dekking. Gewoon niet. Het is echt medium. En hij ligt heel licht op de huid. Echter moet je wel wat veel aanbrengen. Dit is niet een stick dat je gewoon een klein beetje aanbrengt en het goed dekt. Je moet echt veel aanbrengen. Voor de rest vond ik hem top. Ik heb hem echt letterlijk iets van 12 uur of zo opgehaald. En hij bleef de hele dag goed zitten. En hij ligt ook. Oh, mijn hele oorbel valt er gewoon uit. En wat me ook echt opviel is, hij ligt heel licht op de huid. Dus het is gewoon alsof je bijna niks op hebt op je huid. Ik had alleen gisteren niet genoeg aangebracht. Dus ik moest echt nog extra aanbrengen op het einde van de make-up look. Dus dat heb ik toen ook een beetje gedaan. Dus vandaag breng ik al gewoon gelijk wat meer aan. Dus dit is dus waarom ik hem al heb getest. Maar voor de rest, hij bleef gewoon de hele dag goed zitten. Hij heeft een beetje een naturel finish met een medium dekking. Ik heb hier een andere stick. Is qua prijs niet te vergelijken. Dit is een hele dure stick van Hourglass.
deze hoef je echt maar een heel klein beetje aan te brengen. Echt gewoon één streep hier, eentje hier en eentje hier. En het is genoeg voor je hele gezicht. En hij dekt volledig. Dus met minimaal product heb je echt een volledige dekking. Dus ja, hij kost ook wat meer. Maar als je dat zoekt, dan is deze echt amazing. Deze, ja, je moet wel echt gewoon wat meer gebruiken om een medium dekking te krijgen. Maar voor de rest, kijk even dit. Echt, de kleur is echt een perfecte match. Dat heb ik echt goed online gegokt. Alleen ja, gewoon iets meer aanbrengen. Maar omdat hij dus zo licht op de huid, maakt het eigenlijk helemaal niet uit. En nu is er wel wat meer glans, want ik heb een glans eronder aangebracht, obviously. Maar hij heeft normaal gewoon een natural finish. Dus niet echt heel veel glans, maar ook niet heel mat. Iemand had me erop gewezen dat ik te vaak eye love is. Ik besef me net dat ik deze moest gebruiken. Een stick breng ik altijd aan met een kwast. En dan erna ga ik nog in met een spons. Dus op zich is het niet echt een big deal. Want normaal zou ik het ook gewoon zo hebben gedaan. Dus ik ga nog hierover met de spons. Dus een stick is het enige wat ik echt aanbreng met een kwast. Normaal, ik breng het altijd aan met een spons. Ik vind hem zo zacht. Hij pakt een klein beetje product wel. Maar dat doet de normale beauty blender ook. Ik denk dat ik het wel fijn vind dat hij zo groot is. Ook handig voor zo na een stick als je het al met een kwast hebt aangebracht. Ik vind hem heel zacht. Ik vind hem fijn, jongens, denk ik. Denk ik. Daar hebben jullie wat aan, denk ik. Oké, ik ga hiermee ook de concealer aanbrengen. Want we hebben ook een nieuwe concealer. Van SheGlam heb ik hier de Bright Eyes Cooling Concealer in de kleur Nude. Oké, iets wat ik zelden betaalbaar haal is concealer. Dus ik ben benieuwd of die goed gaat zijn. Ik heb wel een aantal goede betaalbare, daar niet van. Maar vaak zijn die gewoon niet zo goed. Ik weet niet waarom niet. Dit is de verpakking. Zo grijs en simpel. En er staat dus op dat hij verkoelt. Dus dat is fijn. Vooral als je wat puffiness hebt hier zo, dan wordt dat wat minder. Er staat op dat hij volledig dekt. En hij heeft Extreme Moisturizer voor een natural finish en een ultra refreshed look. Dus je moet er echt refreshed van raken. Oké, dit verkoelt ook, zo'n applicator. Het is niet heel hygiënisch. Ik ben nooit zo fan hiervan per se, maar we gaan gewoon kijken. Hopelijk is de kleur goed, want dat was ook weer gewoon een gok. Ik denk dat de kleur misschien iets te donker is. Ik wil niet te veel aanbrengen, want hij is best wel dik. Hij doet mij denken aan die allereerste Huda concealer. Maar jongens, ik ben echt zo licht nu. Ik ga dus pas vanavond bruiningsmoes aanbrengen. En ik heb me dus vanochtend dus helemaal gescrubt. Dus I'm really a white girl right now. Oké, dan ga ik hiermee concealer aanbrengen. Ik weet niet of dit het handigste is, maar hij is dus heel zacht. Dus je kunt hem zo best wel klein maken. Oh, dit gaat op zich best wel goed. Oh, dit gaat echt een stuk beter dan dat ik dacht. Oké, dat is top. Nou, de kleur is op zich wel licht genoeg. Oké, concealer aanbrengen. Hiermee gaat echt prima. Je kunt hem helemaal zo plat duwen. Echt goed. Oké, de concealer kan nog net. Hij is net licht genoeg, dus dat is fijn. Hij heeft echt een volledige dekking. Hij is best wel dikker. Ik weet niet of jullie die ene van Huda ooit hebben gehad. Als je die ooit hebt gebruikt, hij lijkt echt heel veel daarop. Het is echt een regel. Dupe. Hij is best wel dikkig, maar hij dekt wel echt volledig. En hij heeft ook echt inderdaad een beetje een glanzende natural finish. Tot nu toe vind ik hem wel gewoon mooi. We are off to a good start. Dit is mijn beauty blender houder. Volgens mij heb ik ook een poeder hier ergens. Ja, poeder. Dit is de SheGlam Insta Ready Face and Under Eye Setting Powder Duo. Deze is roze. Ik ben een fan van roze. De kleur heet Bubble Gum. En wat dus uniek is hieraan, het is een 2-in-1 ding. Dus hier heb je de pressed powder. En dan hieronder is dan de losse poeder. En dat vind ik heel fijn, want ik ben een fan van allebei. Dus ik breng altijd eerst de losse aan en dan een pressed erop. En ik hou van roze, want ondanks dat het niet mijn ondertoon is, het verlicht heel mooi. En daar hou ik van. Als je mijn paspoortfoto of video hebt gezien, dan heb je gezien hoe zo'n kleur het hier helemaal kan verlichten en oplichten. Dus ja, ik dacht, ik haal hem ook in de betaalbare categorie. Je kunt hem zo open en dicht draaien. Een beetje in de deksel doen. Oeh, er komt gelijk voor uit. Oké, dan ga ik het gewoon helemaal zo aanbrengen op alle plekken waar ik eigenlijk concealer heb aangebracht. En ook best wel veel. Oké, wat me al gelijk opvalt is, hij is best wel licht gewicht. En dat is vaker met de SheGlam poeders. En hij voelt heel zacht aan, zeg maar. Hij maakt wel echt goed mat. Ik zie echt gelijk hoe mijn hele logo verdwijnt. Dus die hele primer was voor niks. Dan haal ik de poeder eraf. Ik zie dat hij een beetje oxideert. I'm not a fan of that. Oh my gosh, hij is echt heel veel aan het oxideren. Dat houdt in dat hij dus donkerder wordt. Oh nee, afval. Oh nee, oh nee, oh nee. Hij is helemaal geoxideerd. Het is helemaal donker geworden. Oké.
I hate this. Jongens, we begonnen zo goed. Zien we dit hier helemaal? Hij heeft helemaal niet verlicht. Gewoon helemaal niet. Ik hoop dat ik het nog kan verhelpen met deze poeder. Hopelijk verlicht hij wel. Kan ik die gewoon aanbrengen hiermee? Ik ga die ook gewoon aanbrengen met deze. Gewoon zo'n beetje. Oh, alsjeblieft. Ik hoop dat deze poeder wel een beetje verlicht. Oh my gosh, dit is horrible. Oh, godzijdank hoef ik vandaag niet weg. Nee, deze verlicht ook gewoon helemaal niet. Het is nou helemaal zo raar roze, maar ook oranje. En ik zie helemaal mijn wallen en... By the way, even snel. Ik heb ook een hele handige bezemset, wilde ik zeggen. Wat denk ik dat ik ben, een heks? Een kwastenset. Dit is de Chic Glam To Go 5-Part Makeup Brush Set. En ik heb de roze. Je hebt hem in 4 kleuren. Is dit niet te cute? Is het niet handig voor to go? Het lijkt wel een beetje op kindermake-up. Maar ik vind het alsnog handig. Al is het alleen maar om dit. Dit is echt heel handig voor to go. En dit zijn echt hele kleine kwastjes. En dan ook nog deze 3 kleine kwastjes voor de ogen. Dus deze wil ik vandaag ook even gebruiken. De kwasten vind ik wat cheapy. Maar ik vind deze box heel handig. Dus ik weet niet of je dit er gewoon helemaal uit kunt halen. Ja, dat kan. Kijk, dit ook. En je kunt hier gewoon indoen wat je wilt. Gewoon misschien jouw lipsticks of zo. Of concealer gewoon zo. Dan kan die gewoon dicht. Dus je kunt hier ook gewoon indoen wat je wil. Maar ik vind dit wel heel handig ook voor to go. Met echt een grote spiegel. I like it. Ik ga heel even snel mijn neus contouren met mijn NYX set. Ik heb even mijn neus gecontoured en wat setting spray aangebracht. Mijn gezicht ziet er wel gewoon goed uit. Los van dit hier. Deze kleurbende hier. Maar oké. Even kijken. Ik ga even mijn gezicht laten voor wat het is. En we gaan beginnen aan de ogen. En ik heb 2 dingen voor de ogen. Een eyeliner en een oogschaduwpaletje. Dit is het Chic Glam 9 to Fine Eyeshadow Palette. In de kleur Silent Disco. De verpakking is heel mooi. Zo bruin. Want het paletje is ook bruin. Dus dat vind ik wel leuk gematcht. Heel makkelijk. Een simpel paletje. Doet me denken aan de Huda Beauty paletjes. Heel mooi. Ook vooral deze kleur hier. Even swatchen. Ja. Kijk hoe leuk. Het is een beetje cool tone. Dat heb ik niet heel veel. Deze ga ik echt zeker gebruiken. I like it. Dus echt een heel mooi, neutraal, cooltone-achtig bruin paletje. Met echt een goede mix van matte en glanzende kleuren. Oké, en dan heb ik hier nog een chrome eyeliner. Van Chic Glam heb ik hier de Chroma Zone Multichrome Gel Liner. In de kleur On a Trip. Hier ben ik ook benieuwd naar. Want het is zo chroomachtig. Zoals je ook kunt zien op de verpakking. Het verandert een beetje van kleur als je zo je gezicht beweegt. En ik hou hier altijd wel van. Ik heb dus de kleur On a Trip. Volgens mij is die een klein beetje bruinachtig. Goeie verpakking. Kijk even dit. Een beetje groenig blauw of zo. Maar vooral groen. Ik zie vooral groen. Maar ook een beetje paars. Kijk zo. Als je hem zo draait. Een beetje blauw, paars, groen of zo. Dus ik ga even kijken hoe ik dit kan combineren met dit. Want het zijn echt 2 hele verschillende vibes. Maar ik ga het toch gewoon proberen. We will see. Laten we inzoomen. Ik ga ook even kijken of ik deze kwastjes kan gebruiken. Ik denk niet dat ze heel top gaan zijn, maar we will see. Ik ga sowieso beginnen met deze grote voor een beetje zo in mijn crease of zo. Ik wil ook echt gaan voor echt een cool tone look. Want ik maak altijd warme bruine looks, like we get it. Dus nou gaan we gewoon echt voor cool tone. Dus ik pak ook echt de cool tone kleuren uit het paletje. Ik ga daarom beginnen met deze kleur hier. Ik heb gewoon mijn Zoeva 228 kwast. Breng ik die aan over mijn hele oog. In mijn crease, niet over mijn hele oog, maar in mijn crease. En dan best wel hoog. Dan pak ik deze kleur hier. En die ga ik gewoon een beetje er doorheen mixen. Ik mix gewoon beide kleuren. Het is een testenvideo. Dus laten we ook zoveel mogelijk testen als kan. Dan ga ik in met deze kleur hier. En dan pak ik deze kleine kwast. En die ga ik wat lager aanbrengen in mijn crease. En iets meer gericht. Dit is wel echt een mini kwast. Maar ik vind hem wel heel cute. Ja, het is niet de beste kwast voor blending. Hij blendt echt... Nee. Ik had ook niet per se veel verwacht van de kwasten. Aangezien ik het paletje een goede kans wil geven, ga ik even gewoon in met mijn eigen kwast. Even zien of het aan de kwast lag dat die niet blendt of echt aan het paletje. Nee, zoals ik al dacht, het lag aan de kwast. Want nou blendt het gewoon goed. Ik snap niet waarom ik niet vaker cooltone kleuren gebruik. Ik vind ze me op zich wel gewoon ook staan. Dan ga ik in met deze donkere kleur. Nou ga ik in met deze platte fluffy kwast van Morphe. Deze kleur had wel iets donkerder gemogen, maar oké. Het paletje is wel een beetje... Het mocht wel iets meer creamy. Ik mis wat creaminess. Het is best wel poederig. Maar voor die prijs, wat verwacht je? Kijk, hij is echt best wel poederig. Ja, deze donkere kleur, het brengt een klein beetje probleempjes, jongens. Die blendt echt niet zo goed. Je moet echt best wel veel effort, jongens. Ik ben al nu echt hier een half uur of zo aan het blenden. Oh,
Ik ben gewoon moe, joh. It's a whole ass workout. Dan ga ik in met deze donkere kleur. Want dat vind ik wel mooi. Die breng ik aan met mijn vinger. Of zal ik die aanbrengen met een kwastje? Nee, ik breng aan met... Nee, wel met mijn vinger. Nee, met een kwastje. Ik ga het aanbrengen met deze kleine platte kwast. Deze is wel echt heel klein, maar oké. Dit slaat echt helemaal nergens op. Oké, nee, dit wordt hem niet. Ik ga het gewoon aanbrengen met mijn vinger. Mooie glanzende kleur. Heel glitterig ook. Ook hiervan moet je best wel veel aanbrengen. Echt wel 2-3 laagjes. Dit paletje maakt mij gewoon echt moe. Dan ga ik in met deze kleur. Of course moeten we die ook aanbrengen. En die breng ik gewoon aan als een soort van glittertopper. Oh, dit is echt tot nu toe de mooiste kleur. En ook het minste effort. Deze brengt gewoon in één keer goed aan. Dit is slechts één laagje. Wauw. Dit heeft echt een beetje de ooglook gewoon gered. En dan ga ik gewoon met die kleur een beetje heen over die plek die niet helemaal goed wilde uitblenden. Om het een beetje te bedekken. Deze kleur is ook echt best wel creamy. Ik weet niet of je het kunt zien. Zien we dit? Er valt niet veel poeder vanaf. Gewoon helemaal niet eigenlijk. Het is super creamy. En daar hou ik van. Ik snap niet waarom niet gewoon dit hele paletje zo is. Oh wauw. Kijk even dit, jongens. Ik heb niet eens doorgespoeld. Niks. Dit is gewoon één laag. Deze ene kleur heeft gewoon echt de hele look gered. Dus ik ga met deze kleur. En ik ga proberen om gewoon hiermee gewoon een whole ass eyeliner wing aan te brengen. Dus laten we kijken of dat lukt. Aan de ene kant is het potloodje. En aan de andere kant heb je zo'n smudge dingetje. Misschien dat ik het ook een beetje uitsmudge of zo. I'm not sure. Let's see. Dit potloodje is super creamy en heel gepigmenteerd. Echt heel mooi. Kijken of ik het een beetje kan uitsmutsen. Oké, het smutje gaat niet echt heel smooth. Het smutje niet heel luid. Oké, nou het heeft wel een klein beetje uitgesmutst. Ik vind het leuk. Het geeft echt zo'n pop. Want dit potloodje is super leuk. Hij smutst ook goed en hij smutst niet helemaal weg. Sommige, als je ze gaat smutsen, ze smutsen gewoon echt helemaal weg. Deze echt helemaal niet. Je kunt hem echt nog heel goed zien. Ik ben echt een fan van dit potloodje. Heel cute. Heel uniek ook. Het gaat niet eens van mijn hand af. Zo goed blijft het gewoon zitten. Kijk even dit. En ik duw echt hard, hè? Oké, we gaan verder met mijn gezicht. Ik heb een bronzer. Van Chic Glam heb ik de Sunside Bronzer. En ik heb hem in de kleur Sun Star. Ik ben echt toe aan bronzen, jongens. Mijn gezicht is echt zo tweedimensionaal en zo licht. Oké, deze verpakking lijkt een beetje op een... Heelal space-achtige verpakking. Hij is gewoon mat met de S erin van Chic Glam. Of de S van Sarah. Het is maar hoe je het interpreteert. En dan ga ik... Ik ga hier spijt van krijgen. Maar ik ga deze kwast gebruiken om het een beetje uit te blenden. De kleur lijkt op zich goed. Hij is mooi mat. Hij is mooi warm. Ik mis alleen hier een beetje een spiegel. Maar we hebben ook deze. En ik heb ook gewoon een hele grote hiervoor staan. Oh nee, deze kwast. Oh nee, deze. Oh nee, deze kwast. Oké, no, 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 no. Abort mission, abort mission. Mission abort. Repeat. Mission abort. En we gaan gewoon in met mijn grote Zoeva kwast. Het is een hele gepigmenteerde bronzer. Even snel uitblenden voordat het gaat vastlokken. Ik vind de kleur wel echt amazing. Het is echt een hele goede kleur voor mijn huidskleur nu. Kijk hoe mooi. Het bronst echt mooi op. Ik hou van een hele warme bronzer. Want dat vind ik altijd heel mooi. Alsof ik echt naar het strand ben geweest of zo. Een beetje hier bij de wangen. En ik doe ook altijd een beetje bij de kaak. Want de girl heeft geen kaaklijn. Dus die moet ik gewoon echt creëren. Oh wauw. Ik vind het wel echt heel mooi. Kijk jongens. Kijk even dit. En ook hoe makkelijk het uitblendt. Hoe makkelijk het aanbrengt. Ja, je moet wel alleen echt niet te veel aanbrengen in één keer. Want het heeft echt heel veel pigment. Dan heb ik natuurlijk ook een blush. Dit is de Chic Glam Divine Flush Matte Blush. In de kleur Insta Flame. Deze is dus ombre. Niet alle kleuren waren ombre. Maar de kleur die ik heb wel. Een mooie lichtroze verpakking. Doet me denken aan Kylie Cosmetics. En dan is dit de blush. Het is echt een ombre blush. Hij gaat van licht naar donker. Deze kleur leek me echter heel mooi als ik wat was gebruind. Wat ik dus nu niet ben. Maar het zal vast nou ook wel gewoon werken. En aan de hand van de bronzer denk ik dat deze blush ook heel veel pigment gaat hebben. Dus ik begin een beetje lichtjes. En ik pak vooral de lichte kleur boven. Dan goed aanbrengen. Ik hou van een goede roze blush zoals jullie weten. Ook qua pigment valt het wel mee. Ik kan op zich wel iets meer aanbrengen. Dit leek me dus een hele mooie combinatie. Maar... Ja, de poeder heeft een klein beetje teleurgesteld. Jongens, breng alleen echt niet te veel aan. Niet te veel in één keer in ieder geval. Echt heel mooi mat. Hij is ook echt mat. Er is echt geen glans. Een beetje op mijn neus, om die lelijke
poederkleur weg te halen ook. Ik hou van veel blushen. Een beetje hier. Van Chic Glam heb ik hier de Moonside Highlighter. En ik heb hem in de kleur Cosmic Stream. Ook weer deze vibe van de bronzer. Maar een hele mooie, beetje lichte kleur. Kijk, het is echt een hele, hele lichte kleur. Op zich wel mooi, misschien iets te licht voor mij. Het lijkt een beetje op de Balm. Alleen misschien toch nog net ietsje lichter. Ja, nee, wel echt een stuk lichter. Oké. Dit is mijn go-to highlight op mijn neus en in mijn binnenste ooghoek. Dus deze heb ik ook gewoon altijd zo hier liggen. En daarvoor ga ik nou deze ook gebruiken. En ik ga gewoon weer in mijn kwastenset. Deze kleine ronde kwast. Want het is echt alleen voor in mijn binnenste ooghoeken. Even op mijn neus. Het blendt wel gewoon helemaal weg. Kijk. Als ik het dan aanbreng, en ik breng best wel veel aan, zoals je ziet. Als ik het dan wil uitblenden, is het gewoon weg. Love that for me. Omdat dit een testvideo is, ga ik het ook aanbrengen op mijn gezicht. Dat zou ik normaal niet hebben gedaan. But we have to try it out. Dus ook een beetje op mijn gezicht hier zo. Ja, het is echt veel te licht voor mij. En het heeft een beetje een holographic ondertoon. Ik weet niet of het opvalt. Een beetje een paarsige ondertoon. Maar ik weet al dat ik hem niks vind. Want hij blendt helemaal weg. En daar hou ik niet van. Kijk, als ik gewoon dit doe, gaat het eigenlijk gewoon helemaal weg. Hier ook. Kijk. Nou is er gewoon nog een hele lichte glow. Alsof er gewoon ooit iets zat. Oké, deze is weer iets minder. We gaan echt vandaag zo. It's just a rollercoaster. En dan heb ik hier nog iets heel unieks. Deze lipset. Van Chic Glam heb ik de Lip Dazzler Glitter Lip Kit in de kleur Center Stage. Dit is dus een glitter lipset. En ik was zo intrigued toen ik dit online zag. Het is zo uniek. Zoiets heb ik nog nooit gehad. Dus ik dacht, dit gaan we proberen. Laten we hem openmaken. Dit is dan hoe de hele set eruit ziet. Wat hebben we? We hebben een lippotloodje. Kwastje om de glitter aan te brengen, I think. De lip gloss. En dit is dan de lip glitter. Even mijn lipballen eraf halen. En dan begin ik eerst met het lippotloodje. Die kleur lijkt wel mooi bruin. Dit is echt de perfecte bruine kleur voor mij. Deze gaat zeker worden hergebruikt. Of nou de glitter goed is of niet. Dit lippotloodje is echt al top. Ook heel creamy. Ik weet alleen even niet of het de bedoeling is dat ik het over mijn hele lip aanbreng of niet. Ik heb het gevoel van niet. Dus dat ga ik dan ook gewoon niet doen. Dan gaan we in met dus de lip gloss. Lip Dazzler Lip Gloss. Ik denk dat die dan ook salsa een beetje moet plakken ofzo. Als een lijn. Want het voelt ook niet echt aan als een normale lipgloss. Hij is raar mattig ofzo. Oh ja, hij plakt ook echt. Oké. Okay. Het is echt een soort van liplijm. En dan de glitter. Ik denk dat je best wel snel moet werken. Dit is de glitter. Kunnen we het zien? Ja, oké. Okay. En dan gewoon glitter aanbrengen. Ik ga er dus gewoon vanuit dat het safe is om deze glitter aan te brengen op je lippen. Oh ja, mijn lippen plakken nou helemaal door die gloss. Ik vind het wel echt heel mooi. De kleur is echt fantastisch. Maar heel mijn lippen plakken nou zo raar. En het voelt echt alsof er gewoon lijm op mijn lippen zit. Dus ik hoop dat het misschien nog wat verder opdroogt. En het wat mee gaat zetten, dat het niet meer zo droog en strak aanvoelt. Ik weet ook niet hoe je dit goed moet bijwerken door de dag heen. De kleur is echt, oh, als ze deze kleur kunnen uitbrengen, gewoon als een normale lipstick. Jongens, kijk even. Echt heel mooi. Heel mooi glitterig, ook niet te veel. Ik ben nog even aan het wachten of het nog een beetje opdroogt of zo. Het wel echt zitten. Je voelt gewoon echt glitter op je lippen. Dus het is gewoon letterlijk glitter op je lippen. Het is niet heel hard of heel ruw, dat niet. Alleen je voelt wel gewoon echt dat er iets op je lippen zit. Even zien of het echt ook afgeeft. Nee, dat gewoon helemaal niet. Het geeft echt niet af. Het voelt ook wel alsof het goed is gelokt. Alleen, nou moet je dus gewoon de hele tijd dit allemaal meebrengen in jouw tas. Voor als je eet of drinkt, om het weer bij te werken. Dat is wat veel effort. Maar het is wel echt heel mooi. Kijk ook hoe mooi het glittert. Oh my goodness. Het is echt prachtig. En ook de kleur. Het is echt prachtig. Jongens, ik zie er zo mooi uit als zeg ik het zelf. I really like it. Echt heel mooi geworden. Niet verwacht. Oké. Ik ga gewoon lekker negatief beginnen. Ik ga beginnen met wat ik niks vind. Obviously deze poeder oxideert te veel. Dit paletje. Echt, je moet bijna. Het is bijna een workout om dit mooi aan te brengen. Deze kwasten set. Qua kwasten vind ik ze niks. Maar alleen al om dit handig bakje zou ik hem gewoon halen. Gewoon alleen voor het bakje. Niet voor de kwasten. En deze highlighter blendt gewoon helemaal weg. En raad ik het dus ook niet aan. Wat ik vandaag wel aanraad is eigenlijk gewoon de rest. Deze spons is heel fijn. I like it. Foundation. Als je houdt van een medium dekkende naturel stick, is deze jouw favoriet. Als je houdt van veel dekking, deze is fijn. Hij is wel wat dikker, dus ik raad hem niet aan voor de oudere huid.
Deze is ook echt top. Dit is echt een heel fijn oogkleurtje. I love it. Heel uniek ook. En je hebt hem in verschillende kleuren. Deze bronzer, heel mooi. Let wel op, breng niet te veel aan. De blush, ook echt heel erg mooi. Hele mooie kleur. I like it. Ja, en dan deze lipset. I like it. Misschien niet echt het meest praktisch, dat niet. Maar hij is wel echt prachtig. En het zit echt goed locked vast. Dat wel. En ik begin nou ook een beetje te wennen aan dat trekkerige gevoel. Het wordt minder naarmate de tijd verstrijkt. Dus het went gewoon, zeg maar. Dus het is wel, ja, I like it. Ondanks het is echt absoluut niet handig of praktisch in die zin. Maar dit is echt iets wat ik gewoon zou opdoen. Ik vind het echt heel mooi. Dus jongens, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video. Alles wat ik vandaag heb gebruikt staat ook beneden in de beschrijving. Samen met mijn kortingscode, obvious. En ik hoop dat jullie net zo hebben genoten van de video als ik. Het is vandaag echt goed gegaan. Ik heb ook echt lekker plezier gehad in het maken van de video. Had ik niet helemaal gedacht van tevoren. Maar het is echt goed gegaan. Ik ben blij met de look. Ondanks dat het een en ander niet helemaal goed ging. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij mijn volgende video. Doei doei!